Als je wil sturen op innovatie in een organisatie, zul je ook iets moeten weten van menselijk gedrag. En wist je dat het begrip veiligheid daarin een cruciale rol speelt? Wist je bijvoorbeeld dat het onbewuste deel van onze hersenen verantwoordelijk is voor 95% van ons gedrag? Zolang een bepaalde verandering niet als veilig wordt ervaren, krijg je mensen niet in beweging. Dan kiezen ze onbewust liever voor de oude, vertrouwde situatie. Wat je dus als leidinggevende te doen hebt, is veiligheid creëren. Niet door vast te houden aan het oude, maar door medewerkers te laten ervaren dat de nieuwe situatie ook een vorm van veiligheid oplevert. De grote vraag is natuurlijk, hoe creëer je veiligheid? Door van leren een doel op zich te maken. Spreek met elkaar af dat experimenteren, ervaren, ontwikkelen en fouten maken de norm worden. Net zoals je vroeger hebt leren lopen en fietsen, door het gewoon te doen. Vallen en opstaan. Je vader of moeder stond aan je zijde en hield een oogje in het zeil. En jij kon dan naar hartelust gaan ontdekken en leren. Zo werkt het ook in je team of organisatie. Zorg voor de veilige basis van onvoorwaardelijk vertrouwen en laat de mensen experimenteren met een nieuwe manier van denken en werken. Het creëren van innovatie wordt op die manier makkelijker, leuker en kansrijker. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.